Je zou kunnen zeggen dat we in de blessuretijd van de zomer zijn aanbeland. Tijdens het hoogtepunt van de zomervakantie bleef dit mooie weertype uit. Maar deze dagen konden er nog volop van genoten worden, zoals hier bij het zwembad. Maar zijn we daar de komende weken nog vaker te vinden of gaan we toch een wat herfstachtiger weertype tegemoet? De afgelopen dagen hadden we te maken met een zogeheten omega-blokkade. En dat wordt ook wel een hoefijzerblokkade genoemd vanwege de vorm dat zo'n weerpatroon heeft. En wat betekent dat nou eigenlijk? In het ronde deel van die hoefijzervorm wordt een hoge drukgebied vastgezet. En de afgelopen dagen lag die een beetje boven het midden-oosten van Europa. Daar lag de kern van dat hoge drukgebied. En aan de uiteinden van die hoefijzervorm, aan de puntjes, daar lagen dan weer lage drukgebieden. En in dit geval was dat voor de westkust van Spanje en Portugal. En in Griekenland, storm Daniel, zorgde daar voor heel erg veel regenwater en ook overstromingen. En in die hoefijzervorm werd met een zuidelijke wind vanuit het noorden van Afrika hele warme lucht zelfs tot aan het zuiden van Scandinavië gevoerd. En in dat hele gebied dus bovengemiddelde temperaturen. Maar als we dan naar de eerste week van die 30-daagse gaan kijken, zien we dat die hoefijzerblokkade helemaal van de weerkaart verdwenen is. Die hoge drukinvloeden zijn naar het zuidoosten van Europa verdwenen. En in Nederland zien we dan een iets lagere luchtdruk dan gemiddeld. En maken we zeer waarschijnlijk ook de overgang mee naar een iets wisselvalliger weertype. Maar dat gaat nog niet in eerste instantie gepaard met lagere temperaturen. Want we houden nog wel een zuiden tot westenwind en daarmee wordt nog steeds wel vrij warme lucht aangevoerd. Vooral hier in het centrale deel van Europa nog 3 tot 6 graden bovenop dat gemiddelde. Daar ijlt die warmte nog wel even na. In Nederland zitten we op 1 tot 3 graden. En zo midden september hebben we meestal 18 tot 20 graden op de thermometer. Dus met een beetje geluk komen we dan nog wel op een ruime 20 graden uit. Maar wel een iets lagere luchtdruk en ook een wat wisselvalliger weerbeeld. En dat zien we ook aan de neerslagkaart. Wat groene kleuren in de buurt van Nederland, ook over de westelijke helft van Europa. Er gaan wat buien tot ontwikkeling komen en die gaan ook wat verkoeling brengen. Tijdens de tweede week van de 30-daagse, 18 tot 25 september, zien we boven diezelfde westelijke helft van Europa weer die groene kleuren terugkomen. Iets meer neerslag dan gemiddeld. Ik heb de luchtdrukkaart even niet laten zien, maar dan zie je op exact dezelfde plek ook een lagere luchtdruk dan gemiddeld. Dus vooral die tweede week van de 30-daagse ziet het toch net even iets minder warm en iets wisselvalliger uit. Maar als we dan naar de derde week gaan kijken, zien we boven Scandinavië weer een hoge drukgebied terugkeren. En als de invloed daarvan tot aan Nederland reikt, gaan we weer een paar droge en zonnige dagen tegemoet. En met een oostenwind kan de temperatuur dan ook weer wat verder gaan oplopen. Lage drukgebieden dan vooral in het zuiden en uiterste westen van Europa, boven de Atlantische Oceaan. En als we dan even de temperatuur erbij pakken voor begin oktober, dan meestal zo 15,5 tot 16,5 graden. Dan gaan we daar net iets bovenuit komen, 0 tot 1 graden. En als het dan een zonnige en droge dag is, kan je misschien nog net die 20 graden bereiken. Maar wat ook opvalt, is dat een heel groot deel van Europa, ook begin oktober, nog bovengemiddelde temperaturen in de verwachting heeft staan. Nou, nog even samenvattend, die omega-blokkade en die extreme warmte, dat raken we geleidelijk kwijt. Het wordt wat wisselvalliger, zorgt ook voor wat afkoeling. Maar later in september, door dat hoge drukgebied bij Scandinavië in de buurt, mogelijk wel weer droger en ook weer wat warmer.